Today, the subject of our discussion is a set of three chapters in Exodus that are placed in a very strategic location. Vanavond gaan we het hebben over drie hoofdstukken in Exodus die daar zijn geplaatst op een hele strategische plek. That is, of course, everyone knows that in Exodus chapter 20 we read of the revelation of God at Mount Sinai. Zoals jullie weten, dan in Exodus 20 lezen we over de openbaring van God op de berg Sinai. That is, we read the first part of the revelation of God at Mount Sinai. Tenminste, we lezen het eerste gedeelte van de openbaring op berg Sinai. Exodus chapter 20 contains the Ten Commandments. En Exodus 20 bevatte de 10 geboden. And then we return to Mount Sinai in Exodus chapter 24. En dan keren we later pas weer terug naar berg Sinai in hoofdstuk 24. When God tells Moses to ascend the mountain in order to receive everything that God is going to give him upon the mountain. Waar God tegen Mozes vertelt en waar hij alles ontvangt van God. So the revelation takes place in both Exodus chapter 20 and it continues in chapter 24. Dus de openbaring die vindt plaats in hoofdstuk 20 en gaat verder in hoofdstuk 24. And then we have chapters 21, 22 and 23 in the middle. En dan hebben we hoofdstuk 21, 22 en 23 daar middenin. So, as I say, this certainly is a very strategic location. We need to understand what's going on in these three chapters. Dus een strategische plaats, dus we willen graag weten wat gebeurt daar in die drie hoofdstukken. And when we begin chapter 21, what is, if anything, most striking is, it doesn't seem very striking. En als we beginnen in hoofdstuk 21, dan valt het op dat het niet erg treffend is. Beginning with verse 1. Now these are the ordinances, or laws, judgments, that you shall set before them. We beginnen bij hoofdstuk 1, Exodus 21. Houd hun ook deze regels voor. And about the most mundane section of laws we could probably imagine. If you buy a Hebrew servant, 6 years he shall serve, and in the seventh he shall go out free for nothing. En vers 2, wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij je 6 jaar lang dienen. In het zevende jaar mag hij als een vrijman vertrekken, zonder iets te hoeven betalen. The rules that pertain to a Hebrew servant. Dus de regels gaan over een Hebreeuwse slaaf, diener. And you can't help but wonder, God couldn't talk about something more inspiring, more grand than this. We denken over na en denken van had God niet meer inspirerende boodschap daar neer kunnen zetten of meer met meer grandeur? And I think there are more than one answer to this question. En ik denk dat er meer dan één antwoord is op deze vraag. The first is something that we've noted in the past as well, and I think it's very important for us to appreciate its implications specifically here. En de eerste die hebben we in het verleden ook al zijn we die ook al een keer tegengekomen en die komen we hier nu weer specifiek opnieuw tegen. This is a rule that we read in verses 5 and 6, that if the servant says, I love my master, my wife and my children, I will not go out free. Dat is een regel die we lezen in 5 en 6. Mocht hij echter te kennen geven dat hij zo aan zijn meester en aan zijn vrouw en de kinderen
gehecht is, dat hij niet als een vrije man wil vertrekken. In verse 6, his master shall bring him unto. The translation here reads God, but a more accurate translation here, interestingly, would be the judges. And shall bring him to the door or unto the doorpost, and his master shall bore his ear through with an awl, and he shall serve him forever. Dan vers 6. Dan moet zijn meester hem naar het heiligdom brengen, hem tegen de deur of deurpost zetten en zijn oor met een priem doorboren. Dan blijft hij voorgoed zijn slaaf. Now it's important for us to dwell a bit upon this question of translation. En we gaan hier even over nadenken over het vertalen, over de vertaling. That is, on the one hand, the Hebrew Ha Elohim does mean God. Aan de ene kant in het Hebreeuws Ha Elohim betekent God. That is, it can mean God, but it doesn't always. Dat kan God betekenen, maar dat betekent het niet altijd. As we've had occasion to note in the past, Elohim is a word that essentially means source of power. Zoals we in het verleden ook wel eens tegen zijn gekomen, Elohim betekent in essentie eigenlijk een bron van kracht. So everything that is a source of power can properly be called Elohim. Dus alles wat een bron van kracht is, kan eigenlijk gewoon Elohim genoemd worden. We use this word to refer to God, because of course God is the source of all power. En we refereren bij dit woord naar God, want God is de bron van alle kracht. And maybe we could add theologically, philosophically, that one of the routes that we could take to God is we see all of the sources of power in the world and we extrapolate from them to the supreme source of power, which is God. We kunnen dan terugleiden naar allerlei krachten die we kennen in de wereld op een filosofische manier. Dat ja, alle krachten uiteindelijk ook weer van God afkomen. So of course, since the judges are a source of power in this world, they can be known as Elohim. En zoals de rechters ook een soort, als het ware een bron van kracht zijn, kunnen rechters ook Elohim heten. The reason I say that rendering the word Elohim as the judges here is more correct is twofold. En de reden waarom we rechters zeggen, komt door het meervoud. First of course, in any literal sense, you can't bring anyone to God. There is God that you would go specifically to him. In principe kunnen we natuurlijk ook zeggen van ja, we kunnen eigenlijk niemand naar God toe brengen, want ja, waar is God zodat we waar iemand daarvoor kunnen zetten? A second, if you might think, well, maybe it's talking about going to the temple or something like that, it's not. That is, our tradition tells us very clearly that this refers to taking the slave to the judges, to the court, where this procedure is performed. Je zou dan kunnen denken van, ze bedoelen het heiligdom, maar ook in de traditie staat ook duidelijk dat het naar het gerechtshof is, naar de rechters bij het gerechtshof. This becomes perhaps even clearer in the following chapter, in Exodus chapter 22, where we see the self-same linguistic semantic point. En dit wordt duidelijker als we naar hoofdstuk 22 gaan. Exodus hoofdstuk 22, waar hetzelfde taal staat. Hetzelfde taalpunt staat. This discusses the rules pertaining to a bailiff, one who is watching over someone else's goods,
and claims that they are stolen. En dit gaat over iemand die over iemand anders een goederen waakt en claimt dat er iets gestolen is. And so we read in verse 7, if the thief be not found, then the master of the house shall come near unto again. Translation here reads God, more correctly, the judges, to see whether he has put his hand or not into his neighbor's goods. In other words, was there a misappropriation by the person who was watching the goods? En dan vers 7. Als de dief niet gevonden wordt, moet de eigenaar van het huis in het heiligdom zweren. Hier staat dus dan bij het heiligdom Elohim, wat dus beter zou zijn, de rechters, dat hij zich niet aan de bezittingen van de ander heeft vergrepen. En dit gaat dus dan over de persoon die over de bezittingen zou waken. So of course, as Herman pointed out, indeed in Hebrew it's again Elohim, just as it is in chapter 21. Ja, en daar gaat het dus in over Elohim, net zoals in hoofdstuk 21. And just as it is in the following verse, in verse 8. For every matter of trespass, whether it be for ox, for ass, for sheep, for raiment, or for any manner of lost thing, whereof one says, this is it, the cause of both parties shall come before again Elohim. Translated as God, but more correctly, the judges. And he whom, well, here it really is pretty clear, the judges shall condemn, shall pay double unto his neighbor. En dan in vers 8, bij elk vermoeden van verduistering, of het nu een rund betreft, een ezel, een schaap of geit, een kledingstuk, of welk zoekgeraakt voorwerp ook, waarvan iemand beweert dat het zijn eigendom is, moeten beide partijen hun zaak aan God voorleggen. En hier gaat het dus opnieuw, wat dus veel beter uitkomt de rechters. Degene die die door God schuldig verklaard wordt, moet aan de andere dubbele vergoeding geven. En dan zou je dus in het Engels kunnen lezen dat de rechters bepalen dat zij hetgene moeten vergoeden. Nou, it's the same word, Elohim, in Hebrew, in each instance. Ja, het is hetzelfde woord in het Hebreeuws, ja, in elk stukje, in beide stukken. The reason I say that here it's really clear that we have to render it as the judges is because otherwise, how are we supposed to know whom God condemns, who shall pay? We don't necessarily have a prophet who's going to tell us the way God rules, but if we're talking about the judges, well, the judges will tell us. En ja, hier is het op zich vrij duidelijk dat het over rechters gaat, want stel dat het over God zou gaan, hoe weten we dan dat God zou zeggen wie er dat terug moet betalen zonder een profeet? Ja, dus het is eigenlijk wel duidelijk dat het hier over rechters gaan die bepalen uit het rechtboek. So of course it is clear that Elohim means the judges. Dus het is eigenlijk wel duidelijk dat Elohim hier de rechters betekent. But it is significant, noteworthy, that the same word that we do use for God pertains to the judges. Het is wel belangrijk en notenswaardig dat hetzelfde woord voor God ook rechters betekent. This is perhaps most striking in Psalm 82, verse 1. En dit is ja, heel duidelijk in Psalm 82. Now, here, the verse features the word Elohim twice. Hier komt het woord Elohim twee keer voor. And even our translator feels compelled to render only one of them as God. En zelfs de vertaler betaalt één keer God en één keer rechters. And the other as the judges. En de ander als rechters.
Because otherwise the verse wouldn't make any sense. Want anders zou het vers niet, ja, niet echt kloppen. That is, the verse tells us, this is a psalm of Asaph, God stands in the congregation of God, this is a different name used for God, El, in the midst of the judges, he judges. En het vers vertelt ons, God staat op in de hemelse raad en hij spreekt recht in de kring van de goden. Well, you agree, of course, that you can't translate this as in the midst of God, God judges. It doesn't make any sense at all. En ja, zoals het in de Engelse vertaling al staat, je kunt dus moeilijk zeggen, God staat in de vergadering van God. Dat is niet echt een duidelijke taal. Het slaat nergens op. But understanding that Elohim is a word for judges, as it is in Exodus chapter 21 and Exodus chapter 22, makes the message of the verse very clear indeed. Maar zoals Elohim ook rechters kan betekenen, net zoals in Exodus 21 en 22, klopt dan de zin veel beter. Chaim, can I interrupt? In my Bible, it is translated in the congregations of the gods, and God, and then multiple gods, not judges. that sounds not only strange. I have to admit that to me. That sounds heretical. I mean, what does it mean? Gods? We don't speak of other gods as real. So I usually try to accommodate to all different views, but here I have a lot of trouble accommodating that viewpoint. It really does not sound like it could possibly be a legitimate meaning of the verse. And again, once we recognize that Elohim means judges, of course, the difficulty really disappears. Mm. Ja, ik gaf aan dat in mijn Bijbel meervoud goden staan. Maar ja, in principe ook niet erg logisch is. En dat het beter rechters kon zijn. Well, I certainly appreciate you letting me know about this. It's an interesting thing to observe. But now, let's consider, you know, beyond the point that I made earlier, the theological, philosophical point about sources of power and the source of power in God. What is it telling us? Nu overwegen we het filosofisch, theologisch filosofische punt. God de bron van kracht en krachten en rechters. En wat vertelt ons dit? Two, of course, important observations that we can make here. Er zijn twee belangrijke observaties die we kunnen maken. One is, again, the simple fact that the word Elohim, that is used as the name of God, is also used to refer to the judges. De eerste is dat Elohim, die gebruikt wordt voor God, dus ook gebruikt wordt voor rechters. The second, that when one considers again the meaning of this verse in Psalms, that in the midst of the judges, God is judging. En de tweede is dus, als we kijken naar deze vers in de psalmen, dus in het midden van de rechters, dat God dus recht spreekt. You know, this is a very interesting idea, and I think it's important for us to know that it appears elsewhere in the Bible as well. En dit is een interessant idee en komt ook nog op een ander punt in de Bijbel ook nog naar voren. That is the idea that as the judges engage in their act of judging, God is there. Dat is als de rechters gaan rechtspreken, dat God daar aanwezig is. A good example is Deuteronomy chapter 1. En een goed voorbeeld daarvan is Deuteronomium hoofdstuk 1. In verse 15, Moses takes the heads of the tribes, makes them heads, which it becomes clear
in verse 16 means making them judges. I charged your judges at that time. En in vers 15 stelt Mozes de hoofden van de stammen aan. Die wijst hij aan, mannen vol wijsheid. En die stelt ze aan als rechters. And what Moses charges the judges is, well, first in verse 16, here the causes between your brethren and judge righteously between a man and his brother and the stranger that is with him or and his litigant. En Mozes belast de rechters en geeft de rechters deze instructie. Hoor beide partijen en doe rechtvaardig uitspraak, zowel tussen twee volksgenoten als wanneer er een vreemdeling bij betrokken is. En verse 17, you shall not favor persons in judgment, you shall hear the small and the great alike, you shall not be afraid of the face of any man, for the judgment is God's. En in vers 17, oordeel zonder aanziens des persoons, hoor de armen even goed als de rijken, laat u door niemand bang maken, want u spreekt recht namens God. So you see again, the judgment is taking place, but somehow this is God's judgment. Dus het recht spreken vindt plaats, maar ja, op de een of andere manier is het Gods rechtspraak. And we should note here that the word for judgment, mishpat, is adjacent to the word for God, which is the same word that we saw referring to the judges earlier, Elohim. En het woord mishpat staat bij hetzelfde woord als voor God, het woord Elohim. The juxtaposition of Elohim with mishpat we find also in Deuteronomy chapter 10. En die twee woorden bij elkaar, die vinden we ook opnieuw in Deuteronomium hoofdstuk 10. In verse 17, for God your Lord is the God of gods, the Lord of lords, the great, the mighty, and the awful, who regards not persons, nor takes reward. En in vers 17, want de Heer uw God is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. And we should note again, Elohim, Eloheha, Elohim, God of gods. That is the same reference to God. And in the following verse, the aspect of mishpat, of judgment. En opnieuw het woord Elohe, wat is een aanduiding voor God. En in het volgende vers mishpat, wat is voor rechtspraak. In verse 18, he does execute justice for the fatherless, the widow, and loves the stranger in giving him food and raiment. In other words, again, God, but with judgment. Dus vers 18, hij verschaft weduwe en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. En ja, dus opnieuw hier het woord in recht. This is a theme that we could express in many verses in scripture. I'll just note one additional one from Psalm 7, verse 12. God is a righteous judge. Elohim is the word for God. En of course, Shafet, Shvat, judge, as we see it already. En dus in Psalm 7, hoofdstuk 12. God is een rechtvaardig rechter. Hij bestraft het kwaad elke dag. Dan staat de twee Hebreeuwse woorden ook weer bij elkaar: Elohim en Mishpat. Now, of course, on the very most basic plane, we should emphasize that this in itself is conveying to us a critically important message.
En het is heel belangrijk om de boodschap te versterken dat dit voor ons een hele belangrijke thema is, een belangrijke zin is. In the ancient pagan world, the gods were not dispensers of justice. If anything, on the contrary. In de oude, antieke heidense wereld waren de goden niet synoniem met rechtvaardigheid, maar eerder tegenovergestelde. To take a relatively familiar example, if you're familiar with Greek mythology, the gods in Greek mythology take bribes, give bribes, cheat behind one another's backs. There is no sense of justice that is binding at all. Om een voorbeeld te nemen, in de oude Griekse mythologie deden de goden aan omkoping heen en weer. En die namen het er niet zo nauw mee. So, the God of the Bible is a righteous judge. It's very important for us to stress that point. Dus de God van de Bijbel is een rechtvaardig God en een rechtvaardige rechter. En dat is een hele belangrijke zin. Heel belangrijk om te weten. And if you feel that should be so obvious, there should be no need to say it, my response, of course, is it's obvious to us now because we have the Bible. En voor ons is dat duidelijk, want dat kunnen wij lezen in de Bijbel. What makes it axiomatic for us that God is a righteous judge? What teaches us the importance of justice throughout human history has been the Bible. Daaruit leren we dat ook door de geschiedenis van de mensheid heen. Dus dat God een rechtvaardig God is. En dat altijd zo geweest is. Now, this additional dimension of God being present in the judgment of people that we saw expressed in Deuteronomy chapter 1 is also expressed elsewhere in the Bible. En deze extra dimensie, dat als er wordt recht gesproken onder de mensen, dat God daar aanwezig is, zoals in Deuteronomium, die vinden we ook op een andere plek in de Bijbel. And again, we're not going to extend this point to too many places, but if we consider the second book of Chronicles, chapter 19. We gaan naar Kronieken, hoofdstuk 2 Kronieken, hoofdstuk 19. Here we read of the righteous king Jehoshaphat. Hier lezen we over de rechtvaardige koning Jehoshaphat. I think we should note the name Jehoshaphat in Hebrew means God judges. En de naam Jehoshaphat betekent in het Hebreeuws God spreekt recht. And what is perhaps most important for our purposes is in this chapter, Jehoshaphat is appointing the judges. That is, we read in verse 5 that he set judges in the land throughout all the 45 cities of Judah, city by city. En wat voor ons belangrijk is, is dat Jehoshaphat de rechters aanwijst, zoals in we kunnen lezen in vers 5. Hij stelde de rechters aan in het land, alle vestingsteden van Juda, niet één uitgezonderd. En in vers 6, he said to the judges, almost exactly what Moses said in Deuteronomy chapter 1, consider what you do, for you judge not for man, but for God. And he is with you in giving judgment. En in vers 6 zegt hij zowel bijna hetzelfde als wat Mozes zei. En hij droeg hun op. Besef goed welke taak u op u neemt, want u oordeelt niet op menselijk gezag, maar op gezag van de Heer, die u bij het rechtspreken terzijde staat. That is, you might have thought, the judges are judging for man. They have a boss. Their employer is King Jehoshaphat. But no, he is not their employer. God is their employer.
je zou denken dat de rechters rechtspreken onder de mensen en dat ze dus een menselijke werkgever hebben en dat de koning Jehoshaphat de werkgever is. Maar dat is niet het geval. God is eigenlijk hun werkgever. En in vers 7, further emphasizing this point, now therefore, let the fear of God be upon you, take heed and do it, for there is no iniquity with God the Lord, nor respect of persons, nor taking of bribes. You better do it right. In vers 7 wordt dit nog meer versterkt. Laat u leiden door vrees voor de Heer en neem u in acht, want de Heer onze God duldt geen onrecht, partijdigheid of corruptie. And the stress then with respect to what he tells the Levites, the priests, the heads of all his houses, you shall do in the fear of God faithfully and with a whole heart. And obviously this is a message for the judges generally as well. En dan vertelt hij tegen de priesters en de levieten, vers 9, hij droeg hun op, handel in ontzag voor de Heer en wees betrouwbaar en toegewijd. Maar dat geldt dus eigenlijk voor allemaal, voor hun allemaal. Now, inevitably when we consider what the Bible is telling us in these passages, we really actually have a problem. Als we dus overwegen wat de Bijbel ons vertelt in deze passages, dan hebben we een probleem. Maybe I should say we have a tension pulling in two directions at once. Want er is een spanning die in twee kanten op wordt uitgestrekt. That is, on the one hand, God is the righteous judge. Aan de ene kant, God is de rechtvaardige rechter. Which could lead us to think that he takes care of it all and we don't need to do anything. Wat er nou zou kunnen leiden is dat hij zorgt voor alles en dat wij niks hoeven te doen. Except that everything that we've seen, what Moses says in Deuteronomy chapter 1, what Jehoshaphat says in the second book of Chronicles, chapter 19, and really the thrust of the role of the judges, as we see it in Exodus, in chapters 21 and 22, all of this is a mandate for us to judge. Maar zoals we net hebben gelezen in de voorgaande stukken in Deuteronomium, over wat Mozes vertelde en wat koning Jehoshaphat vertelde, dat maakt dat een mandaat eigenlijk naar ons om recht te spreken. This is the critical message of the mandate that we read in Deuteronomy chapter 16, verses 18 through 20. En dat is eigenlijk de kritieke boodschap die we dus ook lezen in Deuteronomium hoofdstuk 16, vers 18. In verse 18, judges and officers, you shall make for you in all your gates, which God your Lord gives you tribe by tribe, and they shall judge the people with righteous judgment. En vers 18, stel in alle steden die de Heer uw God u in uw stamgebieden zal geven rechters en griffiers aan die zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak. In verse 19, you shall not pervert judgment, you shall not favor persons, neither shall you take a gift, for a gift blinds the eyes of the wise and perverts the words of the righteous. Vers 19, u mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen maak het oog van de wijze blind en de stem van de rechtvaardige vals. En de famous words of verse 20, justice, justice, you shall pursue, that you may live and inherit, possess the land which God, the Lord, gives you. En beroemd woord in vers 20, zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de Heer uw God u zal geven in bezit nemen. So on the one hand, of course, what we read here in Deuteronomy chapter 16 is a mandate
for people to judge. Justice you shall pursue. Dus aan de ene kant zien we hier een mandaat voor mensen, dat zij dat de mensen zullen recht spreken. Of course, on the other hand, God is the judge. We see this likewise in Moses' song in Deuteronomy chapter 32, verse 4, that God is the rock, his work is perfect, all his ways are justice. En aan de andere kant zien we dat God de rechter is, zoals we kunnen lezen in Deuteronomie 32, vers 4. Hij is een rots, hij staat voor recht. Alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver. In hem is geen spoor van kwaad. Likewise, in Isaiah chapter 30, verse 18, God is a God of justice. En in Jesaja 30, vers 18... En 30 vers 18. Toch wacht de Heer op het ogenblik dat hij jullie genadig kon zijn. Toch zal hij oprichten om zich over jullie te ontfermen. And of course this is a recurring theme that we see. I'm not going to belabor the point with all the verses because our time is limited. But that God judges righteously. He maintains my justice and my cause, says King David. This is a recurrent theme. Ja, er zijn heel veel versen. En we beperken ons. We gaan ze niet allemaal lezen vanwege de tijd. Maar dit is wel een thema die zich steeds weer opnieuw voordoet. So whose job is it? Whose job is it to judge? God's. For ours. Dus wiens taak is het om recht te spreken? Is het God zijn taak of is het onze taak? And of course, inevitably, the answer with all its complexities is both. En het antwoord op de vraag in al zijn complexiteit is allebei. And I think it's critical for us to appreciate what that answer means. En het is belangrijk om te onderzoeken en te kijken naar wat dat antwoord betekent. Besides the lack of justice that we see in ancient paganism, ancient mythologies, there's another problem. Naast het feit dat het recht ontbreekt in de heidense, antieke heidense tradities, is er nog een probleem. Even in societies that integrated a system of justice, does that system of justice have anything at all to do with serving God? Zelfs in gemeenschappen waar een soort rechtssysteem is geïntegreerd, heeft dit rechtssysteem iets te maken met God? For the most part, the answer was no. Voor het grootste gedeelte niet. That is, serving God had to do with worship, it had to do with the way you brought offerings to God and so on. And even if there was a system of justice, it was a system that was completely divorced from, separated from, the service of God. En als het al er iets mee te maken heeft, God dienen, is God aanbidden en een offers brengen naar God. Dit staat dan gescheiden van de rechtspraak van God. But not in the Bible. Maar niet in de Bijbel. Because in the Bible we see very clearly sandwiched between the first part and the second part of the revelation at Sinai are the laws that pertain to dispensing justice, civil law, establishing law and order in society. En in de Bijbel zien we dus precies midden in de openbaring tussen aan de ene kant 20 24, de
wetten die eigenlijk gelden voor de mensen, zeg maar. As if to tell us, you're coming off an extraordinary experience of divine revelation. What a spiritual high. You just heard God giving you the Ten Commandments. Ja, dus zou je inbeelden dat je de grootste openbaring hebt gehad van je leven en dat je God de 10 geboden hebt horen zeggen? What do you do now with this spiritual high that you have? En wat doe je dan nu met deze spirituele hoogtepunt? You establish a just society. Je zet een rechtvaardige samenleving neer. That is a spiritual imperative. Dat is de spirituele betekenis. Now, when we say that, again, on the one hand, that is imposing upon us, upon human beings, the responsibility to judge. Dus als we dat zo zeggen, dan geeft dat dus aan de ene kant voor ons als mensen een verantwoording om recht te spreken. I feel compelled to add here that in our tradition of the Noahide covenant that God makes with Noah and all of humanity descended from Noah, one of the seven laws is establishing a system of justice. Ik voel me er toe bij om dit bij te zeggen, is dat volgens de Noachitische wetten en volgens de Noachitische verbond, wat voor alle mensen na de afstammelingen van Noach geldt, is dat bij de zeven wetten ook hoort het neerzetten van een rechtvaardige samenleving. Now, mind you, it might have been simpler, at least conceptually, to say God takes care of justice, you don't do anything. En het zou simpeler zijn als eigenlijk God zou zorgen voor de rechtspraak en mensen hoeven niks te doen. Or alternatively, you take care of justice, God is not interfering, it's your responsibility. Of een ander alternatief is dat de mens zorgt voor de rechtspraak en dat God zich afzijdig houdt. And you know, on some plane, after all, that is the way secular legal systems operate. En zo op die manier functioneren ook eigenlijk seculiere rechtssystemen. That is, people who operate a secular legal system can believe in God, just that doesn't have anything to do with the way they set up the legal system to run society. De mensen in zo'n seculier rechtssysteem kunnen geloven in God, maar dat heeft niets te maken met het rechtssysteem wat ze neerzetten in hun samenleving. And then there is the Bible demanding of us both. En dan vraagt de Bijbel eigenlijk beide van ons. Mandating of us on the one hand to be the dispensers of justice. En komt het mandaat van de ene kant om een verlengstuk te zijn van rechtvaardigheid? For example, returning to the chapters that we're discussing, Exodus chapters 21, 22 and 23, look at chapter 23. En dan gaan we terug naar hoofdstuk 23. And here we see in verse 6, you shall not pervert the judgment of your poor in his cause. And in verse 8, you shall take no gift, for a gift blinds them that have sight and perverts the words of the righteous. Rules about how to judge. En in vers 6, bij een rechtszaak moet je de rechten van de armen eerbiedigen. En vers 8, neem geen steekpenningen aan, want steekpenningen maken ziende blind en maken eerlijke mensen tot leugenaars. Dus het zijn richtlijnen voor rechtspraak. And of course, this is a recurrent theme in Leviticus chapter 19, verse 15. You shall do no unrighteousness in judgment, and so on. En in Leviticus 19, vers 15. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt.
Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. And likewise, there are innumerable examples we can cite. Just to cite some very briefly, in Deuteronomy chapter 24, verse 17, you shall not pervert the justice to the stranger or the fatherless, nor take the widow the remnant of the fled. En er zijn vele voorbeelden. Deuteronomium 24, vers 17. U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen. Van weduwen mag u het overkleed niet in pand nemen. Indeed, in Deuteronomy chapter 27, verse 19, cursed is the one who perverts justice. In Deuteronomium 27, vers 19, vervloekt is een ieder die de rechten van vreemdelingen, weduwen en wezen schendt. As we will, God willing, be discussing next week in Isaiah chapter 1, in verse 17, seek justice, relieve the oppressed, judge for the fatherless, plead for the widow. In Jesaja hoofdstuk 1. Vers 17. En leer goed te doen. Zoek het recht. Houd tirannen in toom. Bied wezenbescherming. Sta weduwen bij. And recalling Psalm 82, that talks about God judging in the midst of the judges, in verse 3, we see the mandate to the judges. Judge the poor and fatherless, do justice to the afflicted and destitute. En oké, terug in Psalm 82, in vers 3. Doe recht aan de weerlozen en wezen. Kom op voor de verdrukten en de zwakken. Dat is een mandaat naar ons. So of course this theme of you do justice. It's your job. God is telling you, you're the one to do justice. Is one that we find repeatedly through the scripture. Dus het thema dat jij recht moet doen, is iets wat steeds weer terugkomt door de hele schrift heen. And yet, that's not the whole picture. En toch is het niet het hele plaatje. I sort of have to admit, I played a little bit of a trick in quoting from Exodus chapter 23, verse 6 and verse 8, and I skipped verse 7. So let's return to verse 7 now. En er zat een kleine truc toen ik hoofdstuk of vers 6 en 8 voorlas, want ik sloeg vers 7 over. En laten we vers 7 nu lezen. Keep far from a false matter, and the innocent and righteous do not slay, for I will not justify the wicked. Laat je niet beïnvloeden door valse aantijgingen en breng een onschuldige die in zijn recht staat niet ter dood. Wie zich daaraan schuldig maakt, laat ik niet vrij uitgaan. Now there are of course two very glaring points about this verse. One is to not slay the innocent and the righteous. Why would you think you were allowed to slay the innocent and the righteous? Ja, er zijn dus twee eigenlijk zaken die hier eigenlijk naar voren komen. En de eerste is, laat je niet beïnvloeden door valse aantijgingen. Breng een onschuldige die in zijn recht staat niet ter dood. Dus ja, waarom zou je een onschuldige ter dood brengen? And the second is this part about, I will not justify the wicked. En de tweede is, die laat ik niet vrij uitgaan. Why is God getting involved here? Waarom komt God hier, raadt God hier bij in betrokken? In our tradition, the answer to these two questions is, we aren't speaking of a simple rule to not slay the innocent and the righteous. You would never think that you were allowed to slay the innocent and the righteous.
En onze traditie zegt van, waarom zou je een onschuldige vermoorden? Het is natuurlijk niet toegestaan om een onschuldige te vermoorden. Rather, we're speaking of the legal principle of double jeopardy. Can you explain what that means? Okay. Yeah. What it means is it is a well-known principle in Western law that if someone is being judged with respect to a crime and is found innocent, then even if afterward, after he has been acquitted, new evidence surfaces that he really is guilty, once he has been tried and acquitted, he cannot be tried a second time for the same crime. Okay, het gaat hier dus over als iemand dus blijkt naar rechtspraak onschuldig te zijn, als de rechtspraak dan gesproken is, dan is de zaak gesloten, komt er dan vervolgens nieuw bewijs naar boven waaruit blijkt dat hij wel schuldig is, dan kan er dus niet opnieuw rechtszaak van komen. Well, that isn't an idea that was invented by Western society. It comes from the Bible. En dat is een idee dat komt van de Bijbel. Indeed, in our tradition, it comes from this verse. Exodus chapter 23, verse 7. In de traditie komt het van dit vers, Exodus 23, vers 7. The innocent and righteous you shall not slay means someone who has emerged from his trial after having been declared innocent, after having been declared righteous. De onschuldige die mag je dus niet doodslaan. Dat betekent dus de onschuldige die vrijgesproken is in de rechtszaak, die mag je dus niet vermoorden. Now, if you get new evidence that he's really guilty, you might well think you should slay him. If he committed a capital crime, he should be punished. Maar als er dus nieuw bewijs vrijkomt, dan zou je dus kunnen denken van, ik vermoord hem, want hij heeft een misdaad begaan. I have to admit that in a secular legal system, the principle of double jeopardy is really very upsetting. In een rechtspraak is deze situatie dus, lastig. If the criminal is really guilty, why shouldn't he be punished? Just because he already was tried a first time. Want als de crimineel dus echt schuldig is, waarom zou hij dan niet gestraft worden omdat hij al één keer is vrijgesproken? In the legal system that God establishes, he gives you an answer. En I will not justify the wicked. In de rechtspraak van God geeft God een antwoord. Ik zal de rechtvaardig de slechte niet rechtvaardigen. De crimineel niet rechtvaardigen. Just because he came out of your court acquitted, he won't come out of my court acquitted. Omdat hij wel uit het menselijke gerechtshof onschuldig is gekomen, betekent niet dat hij uit Gods gerechtshof onschuldig eruit komt. Dan blijft hij schuldig. That is, God gives you a responsibility to judge, but God also tells you under certain circumstances you won't be able to judge, and then I'll take care of it. En God geeft ons de verantwoordelijkheid om recht te spreken, maar als het zich zo voordoet dat we tekortschieten of dat iets niet goed gaat, dan zal God rechts spreken. In much the same vein, when we consider the principle of eyewitness testimony. En hetzelfde geldt voor ooggetuigen.
that is, so quote from Deuteronomy chapter 19, verse 15, God says that one witness shall not rise up against a man for any iniquity, for any sin, and so on, but rather at the mouth of two witnesses or three shall a matter be established. God zegt in één enkele getuigenis dat iemand een overtreding heeft begaan of een misdrijf of wat dan ook is niet geldig. Een aanklacht krijgt pas rechtsgeldigheid op grond van de verklaring van tenminste twee getuigen. Why two or three but not one? Waarom twee of drie, maar niet één? So of course you'll say because one witness could be lying. Je zou kunnen zeggen één getuigenis zou kunnen liegen. Één getuige. Which of course is true, but two witnesses could also be lying. En dat is ook zo. Maar twee of drie zouden ook kunnen liegen. Remember how Jezebel, the queen of King Ahab, contrived it to have witnesses testify against Naboth, the Jezreelite, and have him killed? herinneren jullie nog hoe Isabel? Can you please repeat? Jezebel, the wife of King Ahab, contrived to have two witnesses testify against Naboth the Jezreelite and have him killed. En Jezebel. De vrouw van koning aangaf tegen twee getuigen stond en dat hij daardoor vermoord werd. So he had witnesses and they were liars. He wasn't at all guilty. En daar had je dus twee getuigen en die logen en hij was dus niet schuldig. So of course inevitably then we need to ask, why should we be relying on two or three witnesses and not on one? Dus we moeten ons afvragen, waarom zouden wij moeten vertrouwen op twee en drie getuigen en niet op één? We have one answer to this question. En we hebben daar één antwoord op. God said so. God zegt het. But now let's consider what that answer means, because it's actually a very profound statement. Maar laten we kijken naar wat dat betekent. And it's similar to what we need to say about Exodus chapter 23, verse 7. En het is een beetje gelijk aan als we gaan zeggen in Exodus 23, hoofdstuk 7, of vers 7. Specifically, God does not say to us, you don't take care of judging, I'll take care of the justice, leave it to me. That's not what God says. God die zegt dus niet, jullie moeten recht spreken en laat het allemaal maar aan mij over. Dat is dus niet wat God zegt. God also doesn't say, it's your responsibility to take care of justice. I'm not getting involved. It's your problem. He doesn't say that either. En God zegt ook niet, het is jullie verantwoording. Ik trek me ervan af. Dat zegt hij ook niet. He says, you are my junior partners. Maar hij zegt wel, jullie zijn mijn junior partners. So you need to take care of justice wherever you can within the rules that I give you. Dus jullie moeten recht spreken, waar jullie kunnen, zo goed als jullie kunnen, met de regels die ik jullie geef. And if you can, then it gets put in the box. This is something for God to take care of. En als jullie dat niet kunnen, of jullie tekortschieten, dan komt het in het box. Daar zal God mee afhandelen. And he will. En dat gebeurt. Dat doet hij. For I will not justify the wicked. Want in vers 7 zal hij de crimineel niet rechtvaardigen, de slechte niet rechtvaardigen. But this is the profound complexity of the system of justice that God gives us. Dit is dus de complexiteit die het rechtssysteem van God ons te bieden heeft, die met zich meebrengt.
And this is one of the crucial insights that I think the Bible gives us in the content of Exodus chapters 21, 22, and 23. En ja, dit is dus een cruciaal inzicht die dus de Bijbel ons geeft in de inhoud van Exodus 21, 22 en 23. That is, you start out with this grand perspective that comes from hearing God giving you the Ten Commandments, but now you consider what it tells you for your life. En het begint met de openbaring en met de 10 geboden. En dan gaat het verder met wat dat betekent voor in jouw leven. God isn't going to be speaking with you every day. God spreekt niet iedere dag met je. But in a way he is, by giving you his rules and telling you you're going to serve as the instrument of God in doing this job in the world. Maar in zekere zin wel, want God geeft ons de regels die hij meegeeft. En waarin hij dus zegt, dit is jullie taak en dit is wat jullie moeten doen in deze wereld. It's a critical message for us to take from Sinai. Het is een, een kritieke boodschap die wij dus moeten nemen van Sinaï. Since our time is up, I'd just like to present very, very briefly one additional dimension. Undoubtedly, there are many more. En Gijn wilde nog één dimensie bij aan zetten. And that is that when we read in the concluding verses of Exodus chapter 23, of the borders of the promised land. En dus als we lezen in de afsluitende verzen van Exodus 23, die gaan over de grenzen. And furthermore, God's promise to deliver the inhabitants of the land into your hand, and that you shall drive them out. En beloften die God geeft over het innemen van het land. Is that some message of injustice? Just throw them out and come and settle instead of them? Is dat een boodschap van onrecht om zomaar de bewoners van dat land eruit te gooien? And the answer in the Bible, repeatedly, over and over again, the Bible is absolutely not. En de boodschap van de Bijbel is steeds maar weer opnieuw absoluut niet. We don't have time to see these verses inside, but repeatedly. The message in the Bible is dwelling in the land of Israel is a responsibility. En steeds weer opnieuw komt er voor verschillende versen dat het wonen in Israël brengt met zich mee een verantwoordelijkheid. When you keep the judgments, when you do what you're supposed to be doing, then and only then can you dwell in the land of Israel. Dus als je doet wat God jou meegeeft en zijn leefregels doet, alleen dan kan je dus wonen in Israël. These people didn't do so, and as a result were driven out. Deze mensen deden dat niet, en resulterende dat ze er dus uit werden gezet. And more than anything else, what will determine whether Israel remains in the land of Israel is whether it establishes that system of justice that God has called upon them to establish in the land. En heel belangrijk, of Israël dus blijft in Israël, hangt dus af of zij dus het rechtssysteem gaan neerzetten zoals God dat heeft gegeven in de Bijbel.
So on the one hand, Deuteronomy chapter 25, verse 15. And just weight you shall have, a perfect and just measure you shall have, that your days may be long upon the land that God your Lord is giving you. Dus aan de ene kant, Deuteronomium 25, vers 15. U moet het doen met één gewicht en één maatkan die zuiver en geëikt zijn. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Living long in the land is dus, when you maintain that system of justice. It's the reason that you're coming into the land. Dus een lang leven in het land betekent dus het voortdurend onderhouden van de gerechtigheid van God. And likewise, in Jeremiah chapter 34, which we don't have time to discuss inside. En ook in Jeremia hoofdstuk 34. All about that subject with which Exodus chapter 21 begins. The bondman, the Hebrew servant. Dus het begint ook net zoals het gaat over de Hebreeuwse slaaf, net zoals in hoofdstuk 21, waar hoofdstuk 21 begint. Is that important enough to warrant starting Exodus chapter 21 with that subject? Was dat belangrijk genoeg om daar te beginnen in hoofdstuk 21 met dat onderwerp? Remember always, a society is always judged by how it treats its weakest members. Dus onthoud altijd, een samenleving wordt altijd beoordeeld op hoe ze omgaan met de zwakste mensen in die samenleving. In Jeremiah chapter 34, we get the message that Jerusalem is destroyed. That Israel is exiled because of the way society treated the servants, the weakest members of the society. In Jeremia hoofdstuk 34 lezen we dat Jeruzalem wordt verwoest en Israël wordt verbannen. Doordat hoe hun omgingen met de zwakste mensen in de samenleving. But it's not just a matter of you get rewarded with the land if you do what you're supposed to be doing, and otherwise you'll get punished. Het is niet alleen maar een zaak van je wordt beloond met het beloofde land als je doet wat ik doe, en anders dan word je gestraft. More fundamentally, it's appreciating that your whole mission in life is to set up a perfected, a godly society in this land, in this world. If you're not doing that, you're not doing your job. Maar dus meer belangrijk, levensdoel om een systeem op te zetten van God. Dat is een belangrijk levensdoel om dat perfect te maken. So as expressed in Deuteronomy chapter 30, in verse 16, everything that God commands you this day is to enable you then to live and multiply and to be blessed in the land where you are coming to possess it. The land is the stage upon which, within which, you are summoned to establish that perfected society. Dus zoals gezegd in vers 16, wanneer u zich houdt aan de geboden van de Heer, uw God, zoals ik ze vandaag gegeven heb, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen. Dan zal de Heer uw God u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. Dus het land is als het ware het podium om te handelen en de zaken van God, de regels van God uit te dragen. As we read in Hosea chapter 2, verse 21, God says, I will betroth you unto me in righteousness and in justice.
En zoals we lezen in Hosea hoofdstuk 2, vers 21. Nog een blikje. Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw en jij zult de Heer toegewijd zijn. En finally, Isaiah chapter 56, verse 1. Where does justice lead you? Keep justice and do righteousness. For my salvation is near to come, and my favor to be revealed. En Jesaja 56. Dit zegt de Heer, handel rechtvaardig, handhaaf het recht. De redding die ik breng is nabij, en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. So, conclude. These chapters, Exodus chapters 21, 22 and 23, sandwich between the first part of God's revelation and the second. What do they have to tell us? What are they teaching us? Dus samenvattend, de hoofdstukken 21, 22 en 23 in Exodus, precies tussen in de openbaring. Wat zeggen die ons? What the teachers arguably is the most important innovation of the Bible with respect to the whole notion of how we are to live our lives. That the greatest spiritual ideas need to be expressed in the most basic things. How you establish a society, how you care for its weakest members, that's what matters more than everything. Ja, dat leert ons vanuit de hele grote spirituele openbaringen hoe je in de meeste kleine en basale dingetjes een samenleving behoort neer te zetten, waarin je zorg draagt voor de zwakste lieden van de samenleving en hoe dus de geestelijke elementen, zeg maar, praktisch moeten worden gemaakt in de samenleving. En the whole promise of the land comes at the end of Exodus chapter 23. Simply the stage upon which you are summoned to establish that perfected, that model society that will ultimately illuminate the whole world. En het beloofde land aan het einde van hoofdstuk 23 is het podium waarop wij moeten acteren. En wat dus uiteindelijk het podium is, wat dus de rest van de wereld zal verlichten. Because God has given you a job. God has made you his junior partners. Want God heeft jou een opdracht gegeven. God heeft je namelijk zijn junior partner gemaakt. And of course, the greatest gift of all in that is when we become God's junior partners in establishing a world of justice. That means God is our senior partner. En de grootste gave daarvan is van dat God ons junior partners heeft gemaakt in het rechtzetten en het recht maken van deze wereld, het rechtvaardig maken van deze wereld. Het mooiste daarvan is dat God dus onze senior partner is. So by making civil law religious, we make people and societies. Dus door burgerlijke wetten religieus te maken, maken we samenlevingen goddelijk. That is the greatest. Dat is
Excuse me, can you repeat? That is the greatest blessing. Dat is, ja, dat is dus de grootste zegen. God bless you. God zegen.